Toon Joosen uit Breda stuurt ons een doosje. En het doosje heeft vele kanten. Een container met vlakken. Ik zie links, ik zie in het midden en ik zie rechts. Eigenlijk maar één voorstelling. Het is even mij onduidelijk of het met de hand is gemaakt. Of het is een foto. En nog verder doorbladeren kom ik opeens uit op. Het is een handtekening. Een lachend manneke. De ondertekening. Een gesigneerde container. En ook een route, zoals je dat bij het land om je heen wel eens nodig hebt. Een route van A naar B, van links naar rechts en dan gefragmenteerd. De paden op, de laan in, de berg in. En nog steeds ben ik met de buitenkant bezig van dit doosje. Wat gaat er gebeuren na het afleggen van zo'n route? Een inhoud. Ik zie weer een kleine jongen in een trotse houding. Op basis van een foto. En het is in feite een box art voorstelling. Ook wel kijkdoos genaamd. Diepte tegengezet, hele kleine kwetsbare onderdeeltjes beschermd door de wanden van het doosje. We borduren hier voort met dezelfde voorstelling, een bergachtig landschap, waar wel iets is aan toegevoegd. De zon schijnt. Vuurrood in de hemel. Het doet me denken aan een herinnering van een onbezorgde jeugd. Zorgvuldig bewaard om er nog eens af en toe naar terug te kijken. Toon doet mee in Breda.